Robin, we beginnen deze prachtige aflevering op jouw eiland. Wat zijn we hier aan het doen? We zijn aan het rondlopen door mijn prachtige natuur. En aan het kijken naar de mooie gebouwen. Ja, en het ziet er echt mooi uit. Leuk hoor. En ik heb je gemist. Ja, jij hebt me gemist. Ik geloof het. De laatste aflevering heb ik jou getrold. Heb ik jou. Je hebt alles weggehaald. Je hebt mijn prachtige boom der bomen hier weggehaald. Je hebt een kleine tekstje hier. Abonneer op half. Team Walnut stond hier beneden. Heb je ook allemaal weggehaald. Ja, klopt. Waarom? Waarom heb je het weggehaald? Nou, dat zal ik je vertellen. En ik zal beginnen met een betoog. Want, nou, laat ik het dan kort houden. Ja. Ik vond je zwak. Hoezo vond je me zwak? Ik vond het zulke slechte pranks. Weet je hoe cool de boom der bomen was? Hier, ik heb hier nog een of andere carved pumpkin. Hoe is die niet op je hoofd terechtgekomen? Ik had een toorts op mijn hoofd. Oh mijn god, weet je jongens... Die spal naar boven heeft niks gedaan. Die pompoen heeft niks gedaan. Dat lelijke hoofd op mijn zolder heeft niks gedaan. Trouwens, ik wil mijn interieur nog terug. Je interieur heb ik hier achtergelaten. Kijk, hier. Die heb ik hier in je furnace zo gestopt. Kijk. Oh. Hier, dat is het overal, zit het hierin. Ah, kijk, dankjewel. Fijn zeg, dat het niet verbrand... Oh, als het verbrand was, was ik boos geweest, hé. Ik vind het ook stom dat je het niet kan waarderen. Ik heb zo mijn best gedaan, ik ga gewoon lekker naar mijn eigen pretpark. Nee, dat heb je dus niet. Jawel, ik ben weer op een pretpark. Je hebt dus niet je best gedaan. Dat is het hele ding. Ik heb mijn best gedaan, jawel. Ik heb zo erg mijn best gedaan. Waar is Sven? Sven, zeg dat ik mijn best heb gedaan. Volgens mij heet je Pieter, ik ben de vogelnaam alweer vergeten. En we hebben hier nog steeds acht... wat zijn het? Kikkers. Nou, dan mag jij eens eventjes gaan vertellen wat jouw plan is voor vandaag. Jongens, mijn plan voor vandaag. Ik wil mijn pretpark een beetje uitbreiden. We hebben natuurlijk vorige keer hebben we die hele prachtige vloer hierin gemaakt. En toen ging Robin het een pretpark noemen. En sinds toen is het eigenlijk ook een pretpark geworden. Hartstikke leuk. We hebben hier vier schapen, die slaan we even naar beneden. Nee, waarom denk ik dat? Het is zo zonde. Nee! Oh, ze hangen er nog. Oh, nee! Het was weer een creeper, Robin! Waarom spannen er ook creepers op mijn eiland? Ik schrik me helemaal kapot. Dat is de tweede keer alweer. Waar komen die vandaan? Is het weer kapot? Het is weer, ja, maar niet heftig nu. Maar er is weer een creeper op mijn eiland terechtgekomen. Die ontploft ineens. Dat is al de tweede keer. Ja, dat komt gewoon omdat jij niet goed verlicht hebt. Ah, ik heb wel 100.000 euro gekregen van 9P4. Dankjewel voor de 100.000. Ja, weet je wat het is? Mij boeit dat gekregen geld niet meer. Weet je? Jij staat daar boven inmiddels. Ik sta daar, inmiddels sta ik daar boven, ja. Ah, ja, maar niet op de rekening, want dan sta ik er boven. Volgens mij. Ja, leuk. Leuk en grappig. Hey, oké, maar ik ga voor de rest gewoon lekker mijn eiland een beetje uitbreiden. Een beetje gekkigheid doen. Misschien een attractietje hier en daar bouwen. Vergeet je de tickethokjes niet? De tickethokjes. Oh, dat is een goeie, ja. Ja. Nou, wat ik sowieso wil doen, is ik wil witte blokken. Hier, Kelsite, wil ik even een aantal van kopen. Ik heb toch genoeg geld. Dat wil ik gebruiken op mijn bovenste verdieping, jongens. Om hier dit toch een beetje een ander thema te geven. Ja, ik wil hier namelijk een beetje zoals dit gaan werken. Dat het toch dicht is. Want nu die open kant, ja, het is leuk en zo. Maar ik kan er niet echt een huis van maken zoals dat het nu is, weet je. Die optie heb ik niet echt. Dus het moet er toch zo uit gaan zien. Ziet het er van binnen op het moment even wat minder mooi uit. Maar dat is dan maar zo. Dat fixen we wel. Maar toch. Bedankt, Max, dat je ook bij mij vraagt wat mijn plannen zijn voor deze aflevering. Ik moet zeggen dat ik dat waardeer. Ik dacht, ja, ik zeg het eventjes, even niet. Ik dacht, misschien kom je er zelf wel mee. Maar nee, natuurlijk niet. Ik weet waar ik sta. En dat is niet bij jou. Nee, dat is zeker niet bij mij. Het staat niet op mijn eiland, gelukkig. Oeh, daar ben ik wel blij mee. Nee, precies. Dus ja, weet je, dan moet ik het zelf maar gaan uitleggen. Ja, ik weet het nog niet zo goed. Ik ga in ieder geval beginnen met... kan je wel gezeuren of dat ik het vraag, maar je weet nog niet eens wat je van plan bent. Jawel, ik ben mijn plafonnetje aan het maken. En daarna ga ik beginnen met het onderste gedeelte van mijn eiland. Want vorige keer hebben wij, ik zal het even laten zien, hieronder hebben we het tweede gedeelte gemaakt van ons eiland. Waar al die diertjes daarop staan. Hier stond er vorige keer ook een hele vreemde tekst, die heb ik even weggehaald. Maar we gaan daaronder gaan we beginnen met het tweede gedeelte van ons eiland. En mochten jullie nou nog ideeën hebben wat ik moet gaan bouwen op mijn eiland, laat het dan ook eventjes weten. Kijk, bij Max is het allemaal wat moeilijker. Die moet wat vergunningen aanvragen voor nieuwe attracties. Dus dat gaat niet zomaar. Ja, tuurlijk. Ik moet niks aanvragen. Jawel. Nee, joh. Ben gek. Ja, maar jullie kunnen gewoon bij mij achterlaten. Nou, niet bij mij, hè, want ja, nou ja. Wat ben je nou allemaal aan het zeggen, joh? Niemand luistert naar je. Iedereen heeft de video al lang afgeklikt nu zo lang aan het praten. Weet je, ik zeg wel helemaal niks meer. Wat ben je nou allemaal aan het zeggen? Weet je, ik heb jou helemaal niet gemist. Nee, toch niet? Nee, het vond wel lekker rustig. Ik ben in de tussentijd al mijn gras en weet ik veel wat voor gekke dingen hier aan het weghalen. Want, jongens, kijk, zoals jullie nu al zien, het is allemaal nu al mooi
met die witte blokken gedaan. Dat was mooi. Het ziet er nu nog niet heel mooi uit. Maar van buiten daarentegen... Oh ja, dit is waarom we het doen. Van buiten ziet het er wel weer heel mooi uit, jongens. Dit is waarom ik dat witte gewilde hebben. Nu kunnen we er omhoog gaan bouwen. En dan komt nogmaals, zoals we al heel lang verpland zijn... De grote toren. Hoe interessant is dat, Robin? Ik heb gewoon een toren. Zometeen. Ja, wat wil je met een toren? Ja, in wonen. En dan? Ja, gewoon in wonen en cool heb ik een toren. Heb jij een toren? Nee, dacht ik al. Ik heb een Chinese toren. Geen toren van Pisa. Maar ja, dat is wel waar. Bovenop mijn eiland staat nog een torentje. Nee, dat is geen huis. Ik heb een huis. Ik heb een toren. Ondertussen heb ik het plafondetje gemaakt. En dat ziet er al een stukje beter uit. Dat ziet er niet meer zo aftans uit zoals bij Max op zijn eiland. En dan gaan wij voor nu gaan wij dus naar beneden. En dan gaan we daar gewoon lekker aan de slag. En ja, verder kijken jullie maar lekker wat jullie doen. Ja, ik zie dat je nog steeds veel bezig bent met ondertussen, Robin. Dat je daar nog niet echt vanaf bent gestapt. Is dat zo? Ja. Ik heb het niet eens meer door ondertussen. Je zegt nog steeds heel vaak ondertussen. Ik heb het ondertussen al niet meer door. Maar goed. Hallo, kippetje, dankjewel. Oh, helaas. Ik heb gewoon 6 varkens hier. Echt? Ja, dat is... Dood. Ze zijn al dood. Jij ook kip, jij ook koe en jij ook schaap. Ik heb trouwens een dagelijkse sleutel. Laat ik die even gebruiken in de span. Die had ik namelijk van de kijker gekregen toen ik de server joinde. Wat doe jij op de span? Ik wil dat doen. Ik heb er zelfs 2. Kijk, ik kan er namelijk zelf nog één claimen. Nu heb ik 2. Ja, natuurlijk. Jeetje. Ja, Oké, ik heb een item van de dag. Rij op een varken voor 200 blokken. Ja, heb je net al die varkens vermoord? Ik ga de eerste gebruiken van die. Nee, ik wil eerst. De dagelijkse kreet. En wij krijgen eruit, jongens. Wij krijgen daaruit. Yeah, 64 wortelen. Ik ga het nog een keer doen. En uit mijn tweede kreet krijg ik... Nog een keer 64 wortelen. Dat is echt top. Dankjewel. Hier, nou kom je even bij mij kijken. Ik krijg namelijk het veel leukere... Wolf-ei alweer. Voor de derde keer. Trouwens, jongens, jullie hebben afgelopen 3 afleveringen hebben jullie geklaagd en geklaagd en geklaagd. Jullie hebben zoveel boze reacties achtergelaten dat ik me vergeten ben te vissen. Dat klopt, jongens. Ik ben 3 afleveringen lang heb ik niet gevist aan het einde. Wat betekent dat ik nu, plus deze aflevering, 40 vissen moet gaan vangen om het goed te maken met jullie. Oftewel, laten wij gewoon vast beginnen hier. Gratis vissen oppakken. En laten we maar gewoon gaan vissen. Een zadel! Dat is de eerste, jongens. Hier, eigenlijk mijn golden apple. Die hoef ik niet. Mag ik die hebben voor om het varken te rijden? Nee! Je mag waarom? Kopen? 100 euro. Ja, ga weg, man. Nee, je mag hem wel hebben. Kom maar naar het vissen toe. Max, ik zie dat je nog wel eventjes door moet vissen. Want degene die op nummer 1 staat, die heeft namelijk 6.373 vissen gevangen. Ik heb er 62, dus ik ben goed onderweg. Ja, dan moet je er nog aardig wat om op nummer 10 te komen. We zijn in de buurt. Maar, jij hebt dat... Ja, maar trouwens heb ik net al die zadels ook weer vermoord. Oeh, ik krijg allemaal goede dingen. Ik krijg letterlijk allemaal goede dingen. Je mag het zadel nog hebben, die moet je even hierheen. Ja, maar ik heb net al die varkens vermoord. Ja, dan moet je wel weer hopen op een nieuw varken. Ja, oké. Bij mij spannen de creepers, bij jou spannen de varkens. We gaan ruilen. Ik wil wel wat leuks ervoor terug. Ik geef jou mijn zadel. Ja, dat is goed. Dan krijg jij een pressure plate. Ja? En een vis. En een vis. Oké, dan krijg jij ook nog een waterbottel. En een zwarte wol. En dan krijg je ook nog een kelsuit. En dankjewel. Een vis. Dank je. Ik ben klaar. Ik ook. Ik vind het een goede deal. Een goede trade. Ah, top. Dankjewel. Ik ga het gelijk allemaal weggooien. Ja, ik ook. Ik heb het allemaal weggegooid. Ik eet mijn golden apple op ook. De schoonmakers hebben het opgeruimd. Nou, Max, veel plezier met vissen. Dankjewel. En dan gaan wij verder met het eiland. Ik wilde bijna ondertussen zeggen. Er staat hier boven een varken, Max. Ik heb geluk. Ja, die blijft ook op jou. Jij hebt gewoon het eiland van de varkens. Het kan ja, dat zal alweer. Hoe maak jij een carrot... hoe maak ik een carrot on a stick? Weet jij dat? Een stokje, een carrot en een volgens mij een string. Oké, dan gaan we dat doen. Ja hoor, we hebben een carrot on a stick gemaakt. En dan gaan we eventjes naar dat varken toe. En dan gaan we eventjes de eerste deel van die missie gaan wij completen. Zo, we gaan gewoon eventjes rijden zo. Leuk, naar ons zin. Leuk zo op mijn eiland. Hoe lang moet je dat doen? 200 blokken. 200? Ik kan beter bijna wel doen, dan is het echt een attractie in het pretpark. Ja, daar moet je eigenlijk een attractie van maken. Ja. Niet rondjes rijden op de pony, nee, rondjes rijden op de... Ja. Oh, ondertussen krijgen we wel even 100.000 euro. Dankjewel, Fluffy Pink. Hoeveel vissen heb je al, Max? 70 inmiddels. Ik moet er nog 30. Ik heb er al 10. Jeetje, moet je maar willen. Ja. Leuk, leuke bezigheid, moet ik zeggen trouwens. Kijk maar nou zitten op dit varken. Kijk maar nou. Hoi, steun mij. Kijk, ik heb gewoon een hele parade erachter. Hoe kan dat nou? Ze volgen in die varkens. Ja. Ze volgen hun leider. Het leider op het varken. Ja. Leuk. Een varken op een varken natuurlijk. Nou, al wel 155. Kijk, we hebben er al 155 blokken gehad. En dan komt zo meteen de volgende missie naar voren. Kijk, dit is natuurlijk veel leuker om naar te...
kijken, denk ik, als dat vissen... Ja, ik word in de tussentijd door iemand geworshipped of zo. Die is me echt aanbidden terwijl ik aan het vissen ben. Ah, oh, ik heb dus hem. Ik weet niet wat leuker is. Ik heb... Slag 12 kippen is het nu. Dan ga ik mooi naar de span. En dan gaan we hier mooi naar de kippenspanner, Max. Dat had je niet bedacht, hè, dat ik dat ging doen. Leuk, hoor. Kippenspanner. Ik word helemaal gek van iedereen hier. Ik kan toch niet vissen, jongens, op deze manier. Oh. Heb ik het nou in één keer gehaald of heb ik er nou maar eentje? Dat zou toch lullig zijn eigenlijk? Oh, ik heb er maar één, terwijl dat er 20 kippen waren. Ik heb besloten om op het dak te gaan staan vissen, Robin. Dat is goed. Dan ben ik veilig van de rest. Ja, Max, ik heb toch wel leukere content, hoor. Jongen, hou op. Kijk dit. Ik wacht. Oh ja, hoe kun je dat nou zien eigenlijk? A few moments later. Max, mijn laatste kip is aanwezig. Het zijn er drie. Ja, klopt. Maar mijn missie is al gehaald. En nu heb ik maak 4 minecarts. Nou, daar heb ik helemaal niks aan natuurlijk. Maar die is wel simpel. En dat gaan we dus ook gewoon even doen. En dan ga ik kijken of ik nog wat iron hier heb liggen. Ja, dat heb ik nog. Ik denk hier ook nog wel. Ja, maar niet genoeg voor 4 minecarts. Maar we hebben natuurlijk, we zijn de rijkste van de stad. Nou kan het wel. 4 minecarts. Ja hoor, gehaald. Oh, Max, nou heb ik hem helemaal gehaald. Echt? En? Ik kan claimen. Oh, dan moeten we naar de span natuurlijk. Ik wil wel zeggen. Wat krijg ik vandaag? Wat is de Fortune 4? Is dat jullie waard? Ja. Nou, gefeliciteerd. Nee, ik kan niet trouwens veel beter zijn, want ik heb nog steeds niet 100 vissen gevangen inmiddels. Ik heb er 80. Jee, yeah, nog 20 te gaan. Ik ben nog wel. Een schat gevonden. Een speciale schat. Het is een lilypad. Oh, woehoe! Trouwens ook een darted pickaxe. Oeh, oh. Dat is hier dus wel handig. En die had ik al. Dus nu heb ik er 2. Nice. Lekker man, die ga ik verkopen. Slash lekker man. MP cell voor 100.000. Die gaat toch niemand kopen. Mag jou zo niet, hè, soms. Oeh, prismarine shards opgevangen. Oké, leuk. Zo, Max, ik heb ook maar gewoon een keertje gek gedaan. Ik dacht, ja, ik kan dat geld elke keer weer uitgeven. Maar ik heb nu gewoon 100.000 op mijn eilandbank gezet. Echt? Ja. Oh mijn god. Ik heb nog ongeveer 29.000 euro nodig. En dan? Heb ik 1 miljoen. Wat? Dan heb ik 1 miljoen aan balans. Hoe kan dat ineens? Ja, mensen geven dat gewoon. Ja, nee, leuke vent ben je. Ja, wat kan ik er nou aan doen dat mensen dat geld geven? Zet dat maar uit. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, waarom nou niet? Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Ik wil wel een keer 1 miljoen hebben. Oh, oh, oh. Zie je nou mensen? Nou zie je dat ik niet altijd vals speel, maar dat hij het eigenlijk gewoon is. Robin. Och, schrik me helemaal kapot. Het is een mooie dag. Ik hoef maar 5 vissen. Ik heb 6 weer 20.000 gekregen. Dus ik heb op het moment 1 miljoen en 12.000 euro op de bank staan. Ik denk dat we zo meteen even weer zo'n casinootje moeten opzoeken van een kijker. Ja, maar dit keer van jouw geld. Ja, deze keer ga ik heel veel uitgeven, want ik heb 1 miljoen. Ik ga eerst heel veel op de bank zetten van mijn eiland. Dat was een goed idee voor jou. Waarom nou weer, hè? Ik denk dan echt zo van, waarom ben jij zo? Ik ben gewoon goed, hier. Ik heb inmiddels 96 vissen. Bijna 100 vissen gevangen in Skyblock. Wat voor leven heb je dan? Bedenk dan eventjes degene die 6000 vissen heeft, Max. Ja, oké. Okay. Daar zijn we toch ook gewoon trots op? Daar zijn we inderdaad ook trots op. Ondertussen ben ik trouwens eventjes. Ik zeg weer ondertussen. Jullie zien me wel bouwen, maar ik ben eventjes het, hoe moet ik dat noemen? Opvangplekje aan het bouwen waar je uiteindelijk terechtkomt als je naar beneden springt. En dat hoeft er niet super mooi uit te zien, want uiteindelijk wordt het natuurlijk helemaal mooi aangekleed. Maar er moet wel een beetje wat van gemaakt worden, dus dat probeer ik. Misschien werkt het niet, misschien werkt het wel, maar we gaan het zo zien. Robin! Ja, jullie zijn te schreeuwen elke keer, hoor. Ik heb een extra hartje erbij. Ik denk omdat ik zoveel aan het vissen ben, dat ik skill levels heb gekregen, dat ik nu gewoon een extra hartje heb. Ja. Ik heb oprecht gewoon 1 hartje erbij. En ik kan het niet echt verklaren. Ik denk dat het met het vissen te maken heeft, omdat je zo vaak vist, dat je skill level omhoog gaat. Volgens mij krijg je dan gewoon een extra hartje. Zeker. Hoe cool is dat? Zo. Ja, dat is cool, Max. Ja, nou, ik ben gewoon gezonder dan jij, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Ik leef gewoon gezonder. Ja, Max, het is allemaal goed. Ook jij mag er zijn. Oh, mijn laatste vis is gevangen. Ik heb er 100, jongens. Ik heb het goed gemaakt met jullie. Jullie gingen allemaal klagen over dat ik het vissen was vergeten. Nou, kijk, nu hebben we de 100 en ik heb heel veel troepen heb ik eruit gekregen. Hey? Oh, mijn god, laat ik gelijk naar mijn eiland home gaan weer. Want dan ben ik blij om terug te zijn. We hebben zoveel dingetjes gekregen. Laten we het even een beetje sorteren. Wacht, wat kan ik weggooien en wat wil ik houden? Dit kan weg. Vissen kan er ook wel op zich weg. Lilypad, ja. Die hou ik maar. Misschien kan ik hem ooit kan gebruiken. Prismarine shards gooi ik weg. Arrow of Regeneration. Die ga ik lekker op marktplaats zetten. Voor 5000 euro mag iemand die hebben. Natuurlijk. Hengeltjes kunnen allemaal weggegooid worden. Hey, ik heb trouwens een hengel met enchantments. Nou, die hou ik. Dat is mijn hengel vanaf nu. Gold van Makers. Heb ik een... Hoe kom ik hier nou weer aan? Gold van Makers in mijn inventory. Die houden we wel. Die dingen hier. Ik heb zoveel dingetjes. Dit hou ik allemaal gewoon. Gold van Makers.
Heb ik een Anvil? Kan ik me namelijk mijn... ik wil een Anvil maken, jongens. Ik ga een Anvil maken. Ik heb een Anvil op mijn eiland. Echt? Mag ik hem gebruiken? Ja hoor. Hij staat op zolder. Op zolder staat hij? Ja. Oh ja, voor je tv. Ja. Dan ga ik namelijk deze fishing rod gaan we noemen. Vishengel Walnoet. Vishengel Walnoet. Hoppakee, dat vind ik leuk. En dan betaal ik je wel eenmaal... Mag ik die lilypad ergens bij jou plaatsen? Dat vind ik wel leuk, want ik heb nog geen water. Ja, ik ook nog niet. Jawel, je hebt wel water. Ik plaats hem hier wel, Robin. Hier, kijk. Ah. Nee. Oh, wat goed zeg. Heb ik nog niks aan dit. Oh my days. Maar dankjewel, Max. Ja, ik heb hem geplaatst. Geen probleem. Doe wat leuks mee. Ik ga even mijn dinges gebruiken hier. Mijn dagelijkse sleutel die ik weer heb. Geen idee hoe ik er nog heen kom. Als ik maar weer wortels krijg, word ik echt boos. Geen wortels. Nou, 32 boekenkasten. Oh, dat vind ik serieus wel lijp. Daar kan ik serieus wel heel veel leuks mee. Robin? Ja? Ik ga mijn itemframe plaatsen boven bij mijn bed in de buurt. En dan plaatsen we daar. Hoppakee, goldvermakers. Oh, ik ben ja. Zo blij met mijn goldvermakers. Maar inmiddels heb ik ook al 1,3 miljoen op de bank staan. Dus ik dacht, Robin, het is misschien wel leuk om even wat, sowieso wat geld op mijn eilandbank te zetten. Jeetje, hoe kan het ook weer? Echt waar. Hoe stort jij zoveel geld? Hoe heb jij zoveel geld in één keer gestort op je bank? Heel veel klikken. Oh, gewoon heel veel. Ik ga ook heel veel klikken. Doe dat maar. Ondertussen heb ik ook eventjes... zeg ik het weer, hè? Nou ga ik erop letten. Ik heb hier even een klein opvangbakje gemaakt. Als je nu, nou ja, vanaf naar boven naar beneden wil springen, kun je hierin landen. Hier komen nog wat carpets op. En uiteindelijk komt dit, ja, eigenlijk helemaal vol te staan met gebouwen of weet ik veel wat lekker handig. Wat kleine natuurdingetjes zoals hier. Wat kleine perkjes, misschien ook wel een riviertje. Hè, wie weet, het komt er allemaal. Wat we nog wel even mooi moeten maken is hierboven het vliegende eiland natuurlijk. Ja, maar dat komt vanzelf. Dat gaat allemaal vanzelf. Eerst dacht ik dat we lekker meegaan met Max naar het casino avontuur. Toch, Max? Dat is een rare manier van praten op het einde. Eerst dacht ik dat we mee zouden gaan met Max. Maar ja, ik ga zeker naar het casino. Ik heb bijna de 300.000 even op mijn eiland gezet. Hoppa, 300.000. Jij moet ook meteen weer overdrijven, hè? Ja, maar dan heb ik nog een miljoen over. En dan kan ik dat gewoon allemaal gaan vergokken als ik wil. Oh, weet je? Oh. Oké, wie heeft er een leuk casino. Robin, ik ben op Leon's eiland en het is echt mega groot hier. Kom, oh, je bent er ook. Hallo. Wow! Het is, wat is dit? Het is echt mega groot. Maar hij zegt dat hij blijkt dat hij ook een casino heeft. Maar wat is dit? Waar zijn wij? Eén bloem. Oh, hij heeft ook zo'n bloemencasino. Ja, maar ik wil meer dan bloemetjes doen, Robin. Ik wil ook gewoon het andere casino doen. Ja, maar we gaan eerst dit doen. Ja, oké. Wat is het duurste? 4 bloemen. 3 keer. Ik ga 3 keer doen, komt ie. Zo, ik heb 650 overgemaakt. Nou, 650, dat betekent dat ik dan 3 keer bloemetjes ga doen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hier uiteindelijk ook meerdere spelletjes komen. Ik denk het ook, want het is helaas! Sukkel! Maar er is maar één grasblokje ook. Wat hallo! Zijn casino werkt niet eens goed, Robin. Ik ben opgelicht. Oh. Ik voel me opgelicht, maar ik heb wel eentje. Alleen ja, je hebt je bordje weggehakt, Leon, omdat je gras ging hakken. Je casino... Hij is ook verdrietig. Ja, dan ben je de prijzen niet meer. Dan heb ik geld over gemaakt. Zeg maar dat het 5k was. Eén bloemetje. 1000 heb ik gekregen. 1000. Hoppakee. Daar ben ik heel blij mee. Nu jij, Robin. Ik heb hem ook 650 overgemaakt. 0. Lekker voor je. 0. Lekker voor je. Lekker voor je. Je verdient helemaal niks. Goed. We gaan door. Nou, dankjewel, Leon. We gaan naar het volgende casino. Max, ik ben op het eiland van Beyoffli. En hij heeft hier bordjes met casino hier naar beneden. Casino hier naar beneden, nou. Oh jee, wauw, wat ziet dit er mooi uit. We gaan naar de dinges toe door de... dit is het casino. Oh, dit ziet er goed uit. Het is een banaan. Kijk. Oh mijn god. Wat een skin. Wat is dit? Per keer 500 euro. 4 bloemen is 5 netherite. Nee, maar ik wil geen bloemen dit keer doen. Ik wil dit doen. Maar dit willen we doen inderdaad. Deze kan je nog niet kopen gebruiken. Heel speciaal. Oh, dit kan nog niet. Ik wil dit doen. Sorry, banaan. We willen niet nog meer bloemetjes. Doei! Robin, waar zijn we nou in beland? Dit is een grote bakstenen kooi. En wat is dit? Ik weet het allemaal niet. Kleur is rood, oranje, geel, groen, blauw, roze, zwart, wit. Als je de gekozen kleur krijgt, wordt je inzet verdubbeld. Ah. Kies een kleur en bedenk zelf je prijs. Oeh, oké. Weet je het al? Ik snap het niet. Wat moet ik doen? Ik ga wel eerst, jeetje. Ja, ga jij maar eerst. Even kijken. Rood, oranje, geel, groen, blauw. Oké. Ik zeg 10k blauw. Er gebeurt niks. Ik heb dirt gekregen. Blauw! Oh, echt? Ja! Ik snap het niet, maar je hebt blauw, dus is het goed. Ja! Krijg ik nu 20k. Want dan wordt hij verdubbeld, zei je toch? Ja, ik denk het. Ja, is goed, zegt hij. Maar je moet...
Ja, ik heb het gekregen. En weet je wat het mooie is? Nou. Ik heb niet eens ingezet. Ik ga weg. Oké, nu ik. 50k rood. Heb jij 50k rood? Ja, 50k rood. Maar dan moet hij wel gebruiken. 50k rood. Hij heeft geen geld meer. Oh, hij heeft geen geld meer. Maar welke kleur komt eruit? Er komt sowieso geen kleur uit. Ja, ja. Die pakt hij. Rood. Ja, maar. Rob, wat gebeurt hier allemaal? Ik snap het niet. We gaan hier weer weg, Max. We gaan naar een ander casino. Dankjewel, Make Flounder. Ik waardeer de moeite. Robin, ik heb een nieuw casino gevonden. Het is dat zo? Ja, Matthias heeft een prachtig casino. Casino, wat is dit? Oh, kijk, dit is wat we willen met zo'n muur waar je dingen uit kan halen. Niet doen. Prijs 300k. Je kan 300k inzetten zelfs. Oh, hierboven donatiekist. Robin, dit gaan we doen. Ja, ik kom eraan. Prijs, 1 keer spelen is 1k. Blauw, 0. Oh mijn god, kijk, dit is de muur die we willen. Oké, ik ben er. Hoe werkt dit? Ik wil Legendary doen. Hoe kost dat? Ja, 30k. Ga ik dan uitgeven. Niet doen. 300k. Ja, doe die dan. Hè? Nee, durf dan. Eerst 30k naar Matthias heb ik verzonden. Oh, wat ga ik krijgen, Robin? 30, ik heb 30k uitgegeven hieraan. Oh jee. En ik krijg. Daar komt ie. Ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd wat ik krijg. Huh. 15k? Nou, op zich. Oh, en dit. En een shockbox. Oh, en je vindt 30k. Waarom 3 keer? Ja, je mag dan 3 keer. Hier, 13k, 15k, 30k en een shulkerbox. Oh, de shulkerbox mag ik houden. Oh, er zit ook wat in. Er zitten allemaal golden apples in en zo. Ik ook. Het is P. Matthias 30. Hij denkt, oh jee. 1000. Dat is veel geld. Ik heb 45.000 ontvangen, dus ik heb ook gewoon nog winst, Robin. Nice. Ik heb winst. Oké, nu jij. Heb je het overgemaakt aan hem? Ja, ik heb het overgemaakt aan hem. Nou, ben ik benieuwd. Komt hij dus voor jou? 50k! Oh mijn god. Oh, 30k! Nee, dat meen je. Dat meen ik. Oh mijn god. Hoppa! Ik ga ze duurste doen. Echt? Ja, slash P. Hoeveel was die? 300k? Ja, 300k. Ik heb 300k gepaid. Ik wil de duurste. Maar dan moet iedereen wel aan de kant. Hey, trouwens, ik heb mijn geld nog niet terug. Je hebt je geld al niet gekregen. Oh jawel, heb ik al wel. Jawel, jawel. Dankjewel, Matthias. Oké, let's go, Matthias. Wat heb je voor me? Wat heb ik gewonnen? Gratis met... Heb ik daar 300k betaald om gratis Mythic te doen? En dat kost maar 50k. Is dat serieus wat de situatie is? Oh, en ik krijg een shockbox. En 70k! En de creeperspanner! Maar er spawnen nog genoeg creepers op eiland. Wat zit er in de shulkerbox? Netherite boots. Oh, een netherite setje. Nice. Okay. Ik heb ook een shulkerbox nog gekregen. Met allemaal blaze rods en enchanted books. Ik heb wel heel veel geld verloren, maar ik moet zeggen, ik vind de prijzen wel heel leuk die ik heb gewonnen. Ja, inderdaad. Ik heb een hele leuke prijs gewonnen, maar ik ben wel een beetje geld kwijt. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja, hij is zeker rijker. 70k heb ik van hem gekregen. Zullen we ook nog wat in de donatiedoos doen hierboven? Ja, zeker. Maar ik ga eerst even dit doen nog. Donatiekist. Nou, er zitten diamonds in. Weet je wat ik ga doen? Ik stop er een dirtblokje in. Ik heb voor dit gekozen, Max. Wat heb je gedaan? Ik heb 1000 euro betaald. Wat wil je doen? Spelregels zeggen getal. Getal 18. Oeh, ben ik heel benieuwd. Daar gaat er wel reis achter de muur. Ik vind dit het leukste casino, dit. Gewoon met die dingetjes hier. Met die droppers en zo. Kijk uit, hè, Max. Want kijk, waarschijnlijk gaat dat karretje nu rijden. Oh, mijn god. Oh, daar gaat hij! Oh, daar gaat hij! Wat doet het? Ik weet het niet. Wat doet daar het? Gaat hij? Gaat hij, 18 seconden. Hij moet 18 seconden waarschijnlijk. Oh, my days. En dan als hij ergens op stopt. Hij weer. Oh, hij is hier gestopt. Geel, keer 1. Dus dat is 1 keer 1 is nog steeds 1. Oh, als hij dan op groen zou komen, zou je bedrag keer 2 gaan. Dan zou je. Ja. Oh. Nou, ik heb mijn 1000 euro weer terug. Nice. Moet je wel 10k overgeven. Dan mag je 10 keer. En dan ga ik. Komt-ie. 10k geef ik aan Matthias. Zo. En wat zeg je als getal? 30. Hij gaat heen en weer, Robin. Hij is heen en weer aan het gaan. Ik hoop dat hij op groen komt. Dat betekent dat mijn inzet als het goed is keer 2 gaat. Dan heb ik 20.000 euro gewonnen. Of eigenlijk ik hoop het voor je. Ik ga even achter de schermen kijken, want ik vertrouw het allemaal niet. Hij gaat snel, man. En hij gaat 30 seconden gaat hij nu heen en weer. Jeetje, zo lang? Oh. Wat is dit? Geel en blauw. Doe maar geel, dan ben ik niet alles kwijt. Dat is geel. Oh, dat betekent keer 1. Dan krijg ik gewoon mijn 10k weer terug. Nou, Robin, dat vind ik niet leuk. Ik krijg maar 1000 van hem. Ja, omdat je 10 keer mag, zei hij net. Dus dit duurt nog wel even. Nee. Zeg dan gewoon nu dat je gewoon voor 9k wilt spelen, want dan gaat het niet zo langzaam. Dat ding is weer onderweg, Robin. Hij is ik snel. Ik zie het. En hij is snel. Oh,
geel. Dan krijg ik weer mijn geld. Waarom? Dit vind ik stom. Ik vond deze leuker op de muur. Ja. Robin, ik ben terug op mijn eilandje. En ik heb de buiten heb ik hier. Oh, ik heb gratis mystic. Moest ik nog eigenlijk afgeven. Weet je? Nou, die hou ik wel gewoon. Die is leuk. Vind ik leuk. Klein detail. Dan gaan we weer even. Die stoppen gewoon hier in de kist. Ja. Ik heb gekregen 2 chocoboxen. Die gaan we even looten. In de ene zit een heel goed. Oh, dit is best wel lijp. Best wel lijp spulletjes. Gewoon goede pickaxe, goede axe. Goede shovel, blaze rods, golden apples, diamond gear en een diamond hoe. En in de ander zit... dit is zoveel beter. Ik heb eindelijk nu net zoals jij, Robin, een goed setje netherite armor. Heb nice. Gewonnen. Oh, wat ben ik hier blij mee. En ik heb gewoon... hier in mijn kist een diamond blok, een netherite ingot, een trident, een daily axe. Ja, dat is dan wat minder. Maar ook allemaal enchanted boekjes met piercing en power en allemaal blaze rods. Nou... Wow. Nice. Oké, okay. Nou, dat ziet er goed uit allemaal, dus... Ik ga al mijn extra tools... Ik heb zoveel extra tools nu, die ik gewoon even geen ruimte meer voor heb. En wat moet ik met de creeperspannen, jongens? Jullie moeten even in de reacties nu achterlaten... Wat moet ik doen met deze creeperspannen? Ik heb hem nu wel, maar op mijn eiland plaatsen is een beetje riskant. Want ik bedoel, ja, er spannen toch al genoeg creepers op mijn eiland die me heeft dat willen vermoorden. Dus dat vind ik een beetje riskant. Wat ik kan doen, kan hem op Robin's eiland plaatsen hier ergens. Nee! Nee! Hey, hallo! Joe! Kom daar eens vanuit. Kom daar eens uit. Mag het? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Nee. Ik ben benieuwd of die dingen ook echt spannen. Dat vraag ik wel. Want negatieve spannen ze niet eens. En dan moeten ze op een platform staan waardoor ze eraf vallen. Nee, maar dat wil ik niet. Ja, maar nu spannen ze toch niet. Waarschijnlijk gaan ze niet eens spannen. Hier. Waarschijnlijk werkt het niet eens. Ja, en als het zo weer wel werkt, is heel mijn huis weg. Hij werkt niet eens. Hier, spant haal niks. Haal maar weg. Nee, gewoon. Hij spant toch niet. Je mag... Nee. Oh, dit betekent oorlog, hè? Hoezo is dit nou weer oorlog? Hé, hey, nu zijn er in één keer 2. Huh? Wat is dit nou? Nee. Ik heb er nu 2. Nou, wacht, die laat ik wel liggen. Ik heb hem weggehaald. Dat is goed. Zou je wel geloven als ik dat zeg? Nee, maar... Waar heb je hem? Ik denk toch niet dat het gaat werken. Hier, kijk, het gaat niet werken. Ik heb hem hier. Zie maar, het gaat niet werken. Het nee, hou op! En ik duplicate hem telkens. Dat is fout. Hier, ik zal er wel eentje weggooien. Dat is inderdaad fout. Zo, ik heb je toegang verwijderd van mijn eiland. Hoezo? Dus je kan hier helemaal niks meer. Hoezo? Dat vind ik niet leuk. Ik vertrouw jou niet hiermee. Dit is niet eerlijk. Ik hoor gewoon op jouw eiland eentjes te mogen doen. Ja, dat is waar. Ik zal je trusten. Zie ik hem weggegooid. Ja, eerlijk, heel goed. Eerlijk is dat. Ik heb hem gewoon de void ingegooid. Speciaal ga er maar achteraan dan. Nee, ik blijf nog even lekker op jij land kijken. Al mijn varkens maken mijn crops kapot. Verdorie. Ik zal niet meer een beetje vervelend gaan doen op jij land, dat beloof ik, oké? Okay? Ik beloof dat ik gewoon goed. Eerlijk ben en niks vervelends doe. Ja, dat is goed. En nou wil ik dat je gewoon weer weggaat. Oké, prima. Ik ga even kijken of ik niet zelf een leuke spannen kan kopen op mijn eiland, jongens. Dat er gewoon leuke diertjes op mijn eiland terechtkomen. Een villager spannen kost 10 miljoen. Oh, dat is wel echt veel. Een ocelot spannen kost maar 30.000. Zou ik dat gewoon doen? Ik ga het gewoon voor de leuk doen. Kijken of we allemaal diertjes spannen op mijn eiland. Hier, die plaatsen we. Deze plaatsen we hier. Hoppakee, zoals dit. Boom, zo. Dat is een deel van de attractie op mijn eiland, jongens. Je kan hier... Wilde katten aaien en zo. Hoe leuk is dat? Gaan we nog even dit deurlaagje hier... Gaan we toch gewoon een keertje vervangen voor een normaal houtlaagje. Want ik vind het, ja... Dat deurtje, jongens, het is leuk en aardig allemaal. Maar ik kan je beter gewoon hout van maken. Dan is het gewoon daadwerkelijk een normale verdieping. Dat deurt nu maakt het zo weird. Ik vond het zo... Ja, het was een leuk idee, maar het werkte gewoon niet goed. Hé, er zijn Robin! Ik heb allemaal wilde katten! Ik schrik me weer helemaal op de... Overal wilde katten zijn, dus het idee werkt. Hoe ja, natuurlijk werkt het met een spawner. Ja, maar dat is toch leuk? Nee. Daar kan je toch niet op haten? Dat doe ik ook niet. Jawel, je haat er wel op. Misschien een beetje. Maar wat ga je dan doen? Ga je dan van dat pretpark van je ook nog een kinderboerderij maken? Of wat is nou je bedoeling? Nee, het is gewoon leuk dat mensen hier kunnen komen. Hoe ze willen, wanneer ze willen. En gewoon ook leuke diertjes kunnen aaien. Het is gewoon heel vriendelijk, ja, mijn eigen. Ja, een kinderboerderij dus. Dat is gewoon... dat meen je niet. En de FC Maart heeft 1 miljoen overgemaakt. Maarten, waarom? Dat kan niet, die ga ik terugstorten. Dat vind ik echt te veel. Ik heb het teruggestort. Ik vind 1 miljoen vind ik echt te veel. Dat is zonde. Die guy heeft zo hard lopen grinden om 1 miljoen te krijgen op zijn rekening. En dan maakt hij het over naar mij. Dat is echt insane. Ja, insanely cheaten, ja. Hoezo cheaten? Nee, ik ben nu gewoon goed bezig om het terug te geven. Weet je, Robin? Ja? Ik vond jouw oorlogidee wel goed. Dit wordt gewoon mijn hoofdkwartier, dit. Dit is hoofdkwartier van Team Wand. Hoofdkantine. Nee, hoofdkwartier van Team Wand, dit. Oké, okay, maar... Wat wil je nou mee zeggen dan? Ja, gewoon. Dat is pech, oorlog. Nou is het ineens oorlog. Nou is het ineens oorlog, ja.
Jezus, ik doe al zoveel afleveringen gemeen tegen je en nu pas hebben we oorlog. Ik start bij deze een oorlog tegen jou. Oké, okay. Nou, ik heb, dit ga je leuk vinden. Ik heb mijn hele vloer beneden gemaakt van modder. Dat is letterlijk mijn vloer. Dat heb ik gedaan. Je bent nu zelfs al mijn concept aan het stelen. Echt? Ja, maar. Heb jij dat ook? Mijn vloer is ook. Nee, toch? Jij hebt pretparkvloer. Nee, modder. Ik heb een modder. Ja, dat is binnen. Ja, binnen modder voor mij. Modder past ja, maar ik heb buiten. Park, ja. Ja, nou daarom. Ik heb een modderbad hier. Hij heeft een miljoen weer overgemaakt, Robin. Ik heb het zelfs teruggestort en nog maakt hij het weer ja, over. Ja, dan maak je het maar niemand anders over. Dit kan gewoon echt niet. Ik heb op het moment 1,7 miljoen, Robin. Wat moet ik? En nog 300.000 op de bank. Dat betekent dat ik 2 miljoen in totaal heb. Ja, het is allemaal goed, beetje. Ja, maar wat wil je dan dat ik doe? Ja, terugstorten. Dat heb ik al gedaan. Werkt niet. Robin? Ja. Het is bij deze afgesloten de aflevering. Is dat zo? Het is bij deze klaar. Ik heb bijna 2 miljoen euro, weet je. Ik dacht van, het is voor vandaag wel weer mooi geweest. Ja, ik kom natuurlijk. Naar jouw eiland toe, dan sluiten we hem daar mooi af. Is het nu al veilig om naar beneden te springen? Oh, jazeker. Het ziet er wel leuk uit. Oh, dit ziet er serieus heel leuk uit. Wow. Dank je. Mooi platformpje. Want hier beneden komt ook gewoon weer dorpen en weet ik wat allemaal. Hier komt gewoon het dorp, inderdaad. Ah, ja, oké. Okay. Leuk. Daarboven is echt voor het begin en uiteindelijk komt daar misschien ook nog een uitbreiding elke kant op. Nee, maar dat ziet jouw eiland waarschijnlijk ook niet. En weet je, dat maakt ook niet uit. Jij ziet daar ook niet van onder uit. Ik zie er hartstikke mooi van onderuit. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Reageer nu even in de reacties of jij voor Team Robin of voor Team Behandeld bent. Het is heel erg belangrijk dat jij reageert voor wie je bent. En dan, wil je nou ook meespelen op deze server, dan kan je nu dit IP intypen op jouw Minecraft multiplayer, weet ik van waar je dat doet. Kan je dit IP gebruiken, dan kan je ook joinen. Speel je nou op de Bedrock editie van Minecraft dan, boep, kan je deze poort gebruiken en dan kan je ook de server joinen. Hartstikke leuk, dus gebruik het allebei. En dan kom jij in de server en kan je met ons op Skyblock spelen. En dan heb ik nu nog iets moois wat ik jullie ga laten zien. Dat is namelijk deze video. Dit is het vorige Skyblock deel. Heb je deze video nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Hierin heb ik Robin getrold en hij ging huilen. Ik ging heel hard huilen. Hij ging heel hard huilen. En nu spreek ik later, glaasje water, tot de volgende keer.